Tja, ja, wat zullen we weer maken? Welkom bij culinair budget koken bij Joken. Ik ga vanavond een bijgerecht maken, maar voor sommigen is het gewoon een hoofdgerecht. Mus met brood, met alles kan je ervan maken. Je kan eigenlijk alles van maken, hè? Dus, maar goed, ik ga gehakt anders maken. Gewoon een balkje gehakt. Hoe weet ik nu bijvoorbeeld, als ik een ei heb, of hij goed is? Nou, als een ei boven blijft drijven, is hij niet goed. Kan je hem weggooien. Maar in mijn geval drijven ze allemaal lekker op de bodem. Ik doe vegetarische van de soep half erin en half van de spaghetti in de gehakt. Ik heb erbij een wortel, een ui, een kleintje en champignonnetjes. Dan doe ik een paar in de gehakt en de rest in de jus. Nou, we hebben dus natuurlijk bak en braad nodig. Een grote ui voor buiten de gehakt dus. En om de jus lekker sappig te maken, een blikje gewoon van Tomondo, van tomatenpuree. Nou, en ik gebruik middelgrote ui, 1 kilo voor 69 cent, standaard. En nu was hij 49. Nou, dit was het dan, eventjes. Nou, we pakken een pan. We doen er een klein beetje olie in aan. Waarom? Omdat de runde gehakt en allerlei soorten gehakt eigenlijk een beetje droog is. En door een heel klein beetje olie in te doen, nou, dan wordt het goed. Ik doe daar de half spaghetti mix in. Zien jullie dat? Half spaghetti. En de vegetarische soep. Ga ik erin. Ja, ik denk je wat een rare combinatie. Ja. Maar moet je toch eens kijken straks hoe lekker dat is. Probeer het ook eens. En helemaal geen beschuitrommel of wat dan ook gebruiken. Nou, dat is samen. Deze was trouwens nog in de reclame. Heb ik voor 15 cent. Hoe vinden jullie dat? Daar heb ik heel veel van meegenomen. Nou, en deze kost 25 cent. Oh, want ze waren dus 19, nu 25. Nou goed. Dus daar hoef je het niet voor te laten. Nou, de vier eieren erbij doen dan. En dan goed roeren dan. Nou, inmiddels door elkaar heen geroerd dan, met een houten spatel doe ik het dan. Neem een klein eikje erbij, die doe ik daarin erbij. En natuurlijk wat champignonnetjes erbij. Dus die grote ongeveer. Nou, drie grote champignonnen erbij en de ui. En dan ga ik er even goed roeren erbij. En dan ga ik goed, maar heel goed mijn handen wassen, hè, want het moet toch heel steriel gebeuren allemaal. Dan ga ik de gehakt erin doen. Nou, wat vervolgt dan weer? Oh ja, vergaat helemaal een beetje peterselie erbij. Dat doe ik altijd. En kurkuma, dat is goed tegen vergeetachtigheid. Nou, dus een beetje kurkuma erbij. Dat is ja, echt voor vergeetachtigheid. Van ja, mensen die vergeten. Ja, als je oud bent, vergeet je ook allemaal vaak dingen. Dus dat helpt. Nou, mijn manier. Ik gebruik het op elk gerecht. Kan nooit geen kwaad, toch? Nou, inmiddels gooi ik er gehakt bij dan. Nou, en dan kneden man dan, hè?